Ik moet dringend weg. Leg jij maar al naar huis. Ik handel dat hier zo vlug mogelijk af en ik maak het straks wel goed. Hm? Als je niet te moe bent. Jij onderschat mij wel. Problemen? Toch niet door mij, hè? Nee, nee. Jij hebt precies al flink warm. Oh, die lui zweet, dat is rap gereed. Ik wou nog één ding zeggen. Lotte niet doen en zie dat u doppen. Voor? Dat wel in verband met... Jezus! Nu, onkel Frank op de motto. Hier komt hem, hè. Goed, schat. Je mist hem precies. Wie, Frank? Nou ja, je kunt er niet over zwijgen. Je ook niet overdrijven, hè. Ik vind het gewoon een beetje raar dat hij weg is. Ik denk dat hij juist op tijd weg is. Frank is een profiteur. Als je hem een hand geeft, dan pakt hij gans uw arm. Ik heb toch de indruk dat hij veranderd is. Op Frank zijn leeftijd verandert een man niet meer. Ah, nee? Allee, de meeste mannen niet. Je hebt natuurlijk altijd uitzonderingen. Dat is schat, nog eentje voor mama, hè. Zij zijn nu niet wat te hard voor hem. Vind je dat? Ja, een beetje wel. Kom aan, Leontien, wat had ik nog meer voor hem moeten doen? Blijf toch nog altijd uw broer? Maar ik heb hem van de straat geraapt. Ik heb hem eten en drinken gegeven, geld... Een dak boven zijn hoofd, een bed om in te slapen. Luc, wat mens, had ik nog meer moeten doen? Een mens heeft meer nodig dan dat, hè. Een beetje warmte, een schouderklopje. Een schouderklopje? Hebben we het hier wel over dezelfde persoon? Maar iedereen heeft behoefte aan waardering. Schat, we hebben het hier over Frank. Je had hem tenminste het gevoel kunnen geven dat hij welkom was. Maar nee, jij werd alsmaar botter tegen hem. Waar haalde jij dan nu weer? Ja, hoe meer hij zijn best deed om ons niet te veel last te bezorgen, hoe meer jij op zijn kap zat. Geef toe, Luc, dat was toch zo. Je beeldt u dat in? Hij heeft die goed ingepakt. Volgens mij is hij geen minuut te vroeg weg. Zeg, Rozakke, vergeet die een dagschotel van eergisteren niet, kind, want juist is juist. Die is van Troyes. Allee, dan is het zo, alsjeblieft. Allee, zal ik je zien. Hola, potverdikke. Zo zal ik nogal wat overuur mogen voor gewoon klop. Ja, meneer, en ga je nergens een lekkende kraan of een lekkende lavabo, dan kan ik misschien in ruil die factuur wat naar beneden krijgen. Ik heb dat met de naastbaas ook zo geregeld, hè. Ik heb zelf een loodgieter in huis. Super loodgieter. Hier zijn geen lekkende kranen, want anders had ik niet moeten trouwen, hè. Verbeek, morgen breng ik u papieren om te scheiden. Nee, begin maar al te pleiten. Allee, goed. Mogen we er nou niet over discussiëren, Ies, hè? Want ik moet dat grief nog naast doen voordat ik naar het werk kom. Voilà, ik zou zeggen, reken het nog eens na, maar ja, ik moet niet zeveren. Het is heel, heel juist, hè. Nee, dat is een hele juiste, dank u. Zwaar. Zeg, mannetjes, merci voor alles, hè. Ja, zeg, en veel succes in de nieuwe wonst. Ja, dat doen we. Dag, hè. Zeg, die luchtmatras, is dat nu niet die van ons? Ja, je mag die gebruiken. Tot wanneer hij een eigen bed heeft. Heeft die sukkelaar nog geen bed? Help me, help me.
help mij uit de nood. Want de jager schiet mij dood. Laat mij... Kom aan, Louis, op naar school. De papa moet ook gaan werken. Oh, ga jij mama missen, schat? Ja, natuurlijk, dat. Maar ik ga je ook missen, hoor. Zeg, hij gaat niet op reis, hè. Hij komt vanavond terug. Goed spelen met de kindjes, hè, schat? Zeg, wat heb ik nu misdaan? Jij? Niks. Waarom vraag je dat? Zeg, ik kwaad op mij. Maar nee, waarom zo? Oké, sorry. Je hebt gelijk. Ik ben waarschijnlijk wat te bot geweest tegen Frank. Meen je dan? Ja. Wel, ik ben blij dat je dat inziet. Maar dat komt omdat ik liever onder ons was. Ja, dat versta ik, maar het gaat niet altijd zoals je zou willen, hè. Met al de stress op het werk ook. Geef toe, hij liep hier toch in de weg op den duur, hè. Misschien wel, maar... Luc, familie is belangrijk. Je moet daar tijd voor kunnen maken. Tijd? Wat is dat ook weer? Ja, je laat u weer veel te veel opeisen door uw job en dat is niet goed. Schat, alsjeblieft. Nee, echt, Luc, wij moeten er dringend eens tussenuit met ons drietjes. Ik vind dat een heel goed idee. Allee, weet je nu al wanneer die zakenreis valt? Het is weer uitgesteld. Oh, nee, hè? Ja, ik moet eerst iemand te pakken krijgen en ik kan hem niet bereiken. Ik weet het, vind dat ook vervelend. Begrijp je nu waarom dat ik zo nerveus ben? Ik zou ook niks liever willen dan er met ons tweetjes tussenuit knijpen, hè? Amai, papa. Grote dorst. Ik heb gelopen van Barriaal tot hier. Amai, je hebt een heel omweg via Moskou genomen of zo. Je hebt zich toch niet geforceerd, meneer Bastiaans? Je zweet nogal. Jongen, dat is verschil van temperatuur. Buiten is koud. Hier is binnen warm, dus geef condens, hè. Sam, je mocht de naard wat lager zetten, kameraad. Ja. De fitness is nog open. Ga er niet mee? Nee, ik begin vanmiddag pas en ik heb gisteren laat gewerkt. Hij durft niet, hè. Schrik dat hij mij niet kan volgen. Ja, ik weet het toch niet, hè. Hij zag er inderdaad niet zo goed uit. Nee, hij drinkt wel water, gaat elke morgen fitnessen. Ik denk dat hij zich wel aan zijn dieet houdt. Toch maar goed in de gaten houden. Ja. Desnoods schakelen we Max terug in. Dat slachtafval van u. Nee, ik denk niet dat het een tweede keer gaat lukken. Nee, hier staat 2 kilo tomaten en 6 kilo geraspte knolselder. Maar het moest juist omgekeerd zijn. Ah ja, natuurlijk moet ik die tomaten nog hebben. Ja, ik trek mijn plan wel met die knolselder. Zorg jij maar dat die tomaten hier geraken, oké? Ja, bedankt. Man, die gast die had precies knolselder in zijn oren. Dat is godverdomme al een tweede keer dat hij mij dat had. Zeg, heb jij gisteren die zogezegde griezelfilm gezien? Met die 4 grieten in dat vervallen landhuis? Heb ik gelachen, zeg. Dat trok nu eens echt op niks. Als ze dat nu al een griezelfilm noemen tegenwoordig. Meisje toch, wat scheelt er? Oh shit, zeg, ik ben van dienst. Boodschappen doen in dat weer. Leuk. Zeg, maar je kan dus voor vandaag uw taak niet overnemen. Hè, voor 1 keer. Jij kunt niet tegen de kou. Jawel, maar ik zal kuisen in uw plaats. Hè. Deal? Nee, niks te deal. Ik poets veel te graag. Ja, maar Jozef, kom aan. En ik zal uw taken voor volgende week ook overnemen. En dat is de vuilzakken buiten zetten. Allee, jongen, doet u mijn huisbaas een keer plezier? Jij verdient dat niet, sorry. Ik zal u leren met Max slachtafval te noemen. Oké. Sorry dat ik uw lievelingskleed beledigd heb. Allee, het is goed voor 1 keer. Want dat is mijn vorige huisbaas, Max. Nee, serieus. Max is van een goede vriend van mij die voor een tijdje naar buitenland is. En ik heb beloofd om goed voor Max te zorgen totdat hij terug is. Ah, dat is wel knap. Ah, wel, dan zal ik vanaf nu mee voor Max zorgen, al was het skelet van mij een beste vriend. Allee, ja, je weet wat ik wil zeggen. Hè. Dat is heel goed van u. Maar dan neemt niet weg dat je nog altijd voor de boodschappen moet zorgen. Afspraak is afspraak. Het is goed, Pietje, precies. Maar dan mag ik wel uw auto lenen. Ik moet melk gaan halen, volle en halfvolle melk, een paar pakken fruit, dan nog olie, fruit. Dat weegt veel, hoor. Het is goed, voor 1 keer. Maar je bent er voorzichtig mee. Ja. En je houdt je aan het verkeersreglement.
Gedraagt uw gordel. Het zijn al drie voorwaarden, Youssef. Je gebruikt uw pinkers. Je remt niet te brusk en vooral houd hem proper. Sorry. Echt, het werd mij ineens allemaal te veel. Maar dat is niks. Laat u maar eens goed gaan. Allee, vertel het eens. Wat heeft hem verkeerd gedaan? Ik word daar zo zot van, hè. Allee, het gaat echt heel slecht tussen ons, maar ik weet niet hoe dat komt. De ene keer is hij zo lief en teder en dan... Ineens, allee, zoals gisteravond bijvoorbeeld, dan loopt hij mij gewoon voorbij, precies of ik besta niet. En ik weet het niet, maar ik begin te denken dat dat aan mij ligt, dat er iets scheelt met mij. Maar nee, jij zat helemaal in orde. Het is eerder hij die iets mankeert. Iemand gelijk als u, zo negeren. Daarvoor moet compleet zot zijn. Maar Mathilde zei ook al dat hij soms raar doet. Ze zei... dat je zo soms ineens voor dagen kan verdwijnen zonder tegen iemand iets te zeggen en dan even plots weer opduiken, zo zonder uitleg. Zoals dat hem dus gedaan heeft en dat doet hij al jaren. Maar Eva, je kent Mathilde ondertussen toch ook, hè? Die ziet overal spoken. Hoe dan ook, het ligt niet aan u. Heeft hem niet gewoon schrik om zich te binden? Misschien is het wel de schuld van, hoe heet ze nu weer al, zijn ex? Tina. Ja. Misschien dat die Tina hem zo hard gekwetst heeft dat hem bang is geworden om zich te binden. Ja, denk je dat? Het zal wel zoiets zijn. En is er maar één ding dat jij kunt doen. En wat tijd geven. Tijd en liefde. Veel liefde. Ik krijg de kans niet. Ik dacht dat je deze wel kon gebruiken. Hm? Dat is lief, dank u. Zeg, Marie, die blijft zo lang weg? Die zit bij die leverancier van die Italiaanse vloertegels en daar geraakt ze nooit rap buiten. Zeker niet als Luc erbij is. Dat is echt niet tof, want ik heb juist zoveel werk vandaag. Zeg, deze is wel heel schoon, hè. Heel chic is dat. Ja, dat is cashmere. En dat hier, dat is een variatie op dat is. Hè? Schoon. Weet je wat, dat zou schoon zijn van een sjaal. Ja, mijn mama die had zo'n sjaal. Gaat het een beetje? Zo raar, hè? Het besef dat ze weg is, hè? Voor altijd. Ah. Ons maken leeft gelukkig nog maar. Ik mag er ook niet aan denken, hè, als die zo ineens onverwacht zou wegvallen. Ja, en vooral niet dat ze achterlaat met een grote leugen en een hoop vragen waar je toch nooit een antwoord op zult krijgen. Goedemorgen, mama. Ja, Amai, nu al koffiepauze. Excuseer mij. Ik ben heel vroeg begonnen. Nog voor Erik naar de fitness ging. En dan heb ik mezelf 5 minuutjes pauze gegeven, waarvan er exact 1 minuut verstreken is. Ik ken nog zo iemand die zo'n strak schema heeft. Dat is precies besmettelijk. Oh, dat begint toch niet te zuur. Ja, zeg, van Geert gesproken... Ik heb die vandaag nog niet gehoord of gezien. Denkt jij dat Sandrine het zal volhouden van hem niks te vertellen? Mama, je gaat toch niks forceren, hè? Natuurlijk niet, waarom zou ik? Zweer het, op iets dat u heel dierbaar is. Allee, mooi, ik zweer het op uit en thuis. Allee, op uw hoofd. Goed zo? Ja. Ja, sorry, het was eruit voordat ik het wist. Ik heb niks gehoord, Senna, als je daarmee zit. Ja, maar het is gewoon, ik wil je niet met mijn problemen opzadelen. Nee, maar het kan wel eens goed doen om je hart een keer te luchten, hè. En ik kan ervan meespreken, Senna. Ik heb ook zo juist een en het ander achter de rug. En wat moeders zijn grote leugens, daar kan ik ook van meespreken. Ja. Eén ding is zeker, hè. Als moeders, als die liegen, dan liegen die niet voor niks. En gelukkig heb ik de kans gekregen om mijn moeder te vergeven.
Ja. Nee, maar het is heel lief dat je mij wilt helpen, hoor. Maar ja, ik zat uiteindelijk toch alleen moeten oplossen. Ja, maar luisteren door doe soms toch wonderen, hè. Dat is waar, ja. Dat en een tasje koffie. Allee. Nee, maar ik voel me al veel beter. Dat is goed. Als je iets nodig hebt, dan mag echt waar eender was zijn. Ik zit daar. Allee. Niet vergeten, hè. Maar hoe is dat nou mogelijk, mensenlief? Allee, ziet dat hij nou een keer liggen? Simon slaapt ze niet met de deuren. Oei. Wat doe ik hier? Wat doe je op mijn bed? Uw eigen matras stinkt al te veel, zeker? Ja, sorry. Ik was kapot na het werk. Ik ben er meer naar mijn eigen kamer gerokt. Toch nog niet kapot genoeg voor die nog een paar blikjes open te trekken. Allee, ziet dat hier nou zo aan. Hela, hela, hela. Ik zou u wel eens willen zien. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat met al die vuilzakken sleuren. Op en af die camion. Oh, wil je allemaal bij? Eze. Chocolade met amandelen. Hela, makker, kom, leg dat maar terug. Dat is van mij. Allee, kom. Sorry, ik scheur van de honger. En erbij, wanneer zou ik moeten gaan winkelen hebben? Ik ben al bezig van deze morgen 5 uur. Ja, en hoe pijzen nou dat ik dat doe misschien? Ja. Ik doe dat ook maar rap tussen de bedrijven door. Daarbij, weet je wat dat ervan is? Deze namiddag heb je tijd om naar de winkel te gaan. En wel doet dat dan? Zeg, en ten andere, ziet dat die een keer liggen, mijn goede vriend? Wanneer hoorde jij je nog een keer kussen? Dat is die potverdekken precies een varkenstal. Pelkmansjes zijn een afdrijver. En jij bent een dief van anderman schreef. Oh, kun je niet meer werken. Rosa, heb jij nog peterselie voor ons? Pak die maar. Mai, het is hier precies druk. Oh, kind zwijgt. Ik weet niet wat ik eerst moet doen. Je gaat dat zien, dat is altijd hetzelfde. Oshini die werkt nu een paar dagen ergens anders. Het is hier om dood te gaan. Ik heb straks een conferentie, ik heb morgen 2 conferenties. Ik weet niet wat ik er moet doen. Hè? Heb jij geen goesting om eens even te komen helpen? Evatje, die je peterselie, alstublieft. Ik ga even voortdoen, maar ik laat iets weten. Ik ga eens bellen eerst dan. Ja, dat is tof. Schoon Amerikaan, dat moet je er nog mee brengen. En trek niet zo'n trieste gezicht. Ik zal deze namiddag commissies gaan doen, beloofd. Wel, dat is een goed gedacht. Want ik heb hier nog van alles opgeschreven wat dat er hier van doen is voor dat huishouden. Wacht, wat heb ik hier daarna? Zeg, wat is dat briefje dan? Heb jij hier nou geen briefje zien? Ah, ja, dat briefje, nee. Ik had er bier op gesmost. Dat was helemaal uitgelopen, maar ik heb dat in een van die blikjes gevoefeld, maar ik meet er meer in welk. Ja, oh, sorry. Ik vond geen vuilbak. Hè? Hai. Ik zal eens een douche gaan pakken. Ah ja, ik heb nog een proper handdoek, want de mijne was helemaal nat deze morgen. Dat weet ik, meneer Bouwmans. Ik heb hem eigenhandig van de grond kunnen rapen. Meneer Pelkmans, heb je er een of heb je er geen? In die zak zit er, jong. Ah, merci. Hier ze, hier is Hotel Tersmisse. Wie is er nu de dief van Andermans gerief? Oh, mijn goede vriend. Hé, hey, die handdoeken heb ik wel gekregen van de Waldek, hè? Serieus? Wat gaat Tante Rosa ervan zeggen? Oh, Jesus, er kwam maar geen eind aan. Ja. En jij stopt hem maar niet met vragen stellen. Jij moet veel zeggen. Jij wou per se de geschiedenis weten van elke tegel die daar in dat magazijn lag. Maar er zijn een paar berichten binnengekomen voor. Iets dringend? Oh, nee. Op het eerste zicht niet. Maar ja, Sandrine heeft hier wel op u zitten wachten. En ja, die had van alles te doen. Dan is ze maar vertrokken. Ah ja, maar dat is niks. Ik heb haar ondertussen gebeld en ik heb een nieuwe afspraak gemaakt.
Mocht je maar een koffie, zou dat kunnen. Oh ja, voor mij ook. Ik maakte maar goed straf. Ik ben een beetje suf van al die tegels. Allee, vooruit. Eén straffe koffie en één gewoon. Zeg, tussen haakjes, Frank is mijn huis uit, hè. Hij is gisteravond verhuisd. Allee, proficiat. Ik ben blij voor u. Alleen is het wel jammer dat hem niet naar China is vertrokken, hè. Er is een ding voor mij. Alsjeblieft. Nancy, daar ben je gezeten. Trouwens, waar is Britney? Je hebt ze toch weer niet ergens vergeten, hè? Nee, ja. Ons Britney die zit nu in een crash. Ah. Ja, dankzij dokter Gert zit ze er nu helemaal alleen tussen allemaal wildvreemde kindjes die ze nog van haar nog plan kent. Oh, de eerste dag is het toch normaal dat ze die niet kent. Hier zit het werkvolk. Ah, slurfje. Jij moet mij onmiddellijk terug naar die crash brengen. Ik wil ons Britney zien. Meis, alstublieft, hij zegt alles op zijn tijd, hè. Je ziet daar toch vanavond? Rosa, geef mij een keer pintje. En geef die mens daar ook eentje. Nee, Eddie, ik wil die zien, want die gaat er een hele nacht liggen blijten. Ja, wel, het is topen dat ze uitgeblijt is tegen vanavond, hè. Kom, poepje, zet weer. Rosa, zet nog een keer iets van hoge gisting voor mijn wijfje neer. Nee. Voor mij een plat waterke. Een mailtje van Glenn, de kapper. Wat dacht je van een stukje Michelangelo op het plafond? Ja. En een kristallen wc-pot, zeker. Hij ziet het precies wel goed zitten met ons. Maar dat is goed, want ik heb ook zin om erin te vliegen. Ja, toch niet voor die gratis coiffures achteraf, of wat? Zijn we jaloers? Ik ben er zeker van dat Sandrine al een paar heel goede ideeën zal hebben. Had je niet beter met haar naar Italië gaan? Een kwestie van wat extra inspiratie op te doen en zo. Ja, zeg het dan gewoon vlak af als je met mij niet op reis wilt, hè? Ik wil dat juist wel. En nu dat je erover begint, hè? Ik ben van gedacht veranderd. Ik zou graag naar het zuiden van Frankrijk gaan om mijn pa nog eens te bezoeken. Ah, je wilt naar Dre? Ja. Met alles wat er gebeurd is de laatste tijd met Sandrine, haar moeder, zo beginnen nadenken. En voordat je het weet, heb je geen ouders niet meer. En mijn pa is de enige die ik nog heb. Is het dan wel een goed idee om mij mee te pakken? Ja, waarom niet? School. Op in Mellen. Zeg, Frank, zeg dit. Hoe is het eigenlijk op uw appartement? Heb je niet te veel last van de zwa? De zwa? Dat is een oud wijf. Dat is een zorgenvind. Oh. Bij mij is dat theorie een tender uit en gedaan. Ik heb dat ook al met. Zeg, en hoe is het met uw rug, joh? Oh, sorry. Ja, zolang dat je er niet op klopt, dan gaat het. Maar... Ik klaag niet. Ik ben al blij dat ik werk heb. Hey, dankzij BB, hè? Oh, dat is waar. Maar het wou toch wel lukken dat er juist een plaats was vrijgekomen. Hey, simpel leren. Ik heb er wel een serieus hand in gehad, hè? Op het juiste moment, op het juiste knopje geduwd, hè? Hey, je weet toch onze chauffeur, Gerard Schumacher, dat we zeggen, hè? Die begint toch pas te rijden met zijn camion als wij van achter op dat knopje duwen. Ja, wel, ik heb een beetje te rap op dat knopje geduwd. En patat, ons Patrickske met zijn pikkels omhoog tegen de kasseien. Het was toch maar een bazenpoeper, hè, die Patrick. Daarbij. Afval moeten sorteren, hè.